Dag Sinterklaasje, dag de... We hebben hier nog steeds een Pietje. Hallo Piet. Ben je niet terug naar Den Haag, Spanje? Nee. Waarom niet? In het echt nog niet, hè? Oh, in het echt nog niet? Nee. Oh, maar we gaan vandaag wel iets leuks doen. Kerstboom opzetten. Yes! In je Pietenpakje gaan wij een kerstboom opzetten. Ja, dat kan. Wauw, maar wel een echte Twinkly-boom. Boe. Wat leuk dat jullie weer komen kijken naar deze nieuwe vlog. Ja, en om een Twinkly kerstboom op te gaan zetten hebben we natuurlijk wel de kerstboom nodig. En de lampjes en de kerstballen en alles wat erbij hoort. En die liggen ergens op zolder. En zoals jullie weten zijn we natuurlijk druk bezig met de zolderverbouwing. Oké, dat wordt een uitdaging om die spullen te halen. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Dus op naar zolder. Gaat het, schat? Je moet hem even aan de kant zetten. Ik denk dat we gewoon even ruimte moeten maken om bij de kerstspulletjes te komen. En hier in de hoek hebben we nog twee kerstboompjes staan die buiten geplaatst moeten worden, toch? Ja. Ja. Hallo. Ik slaap een beetje. Achter het glas. Oké, doe maar open. Ja, we kunnen weer. We hebben weer plek. Zo hé, wat een rommel! Oh ja, ik zie helemaal niks. Oh ja, ik zie daar in de verte ligt een kerstboom. Wat we niet in de camerabeelden kunnen zien. Of op de camerabeelden. Dat maakt het spannend. Ik toch blijf het gek vinden. Een Pietje en kerst. Ja. Stoffie, stof. Wat stof? Ja, waar gewerkt wordt is stof, hè. Maar wat heb je dan? Oh, slim ja. Oh ja. En ik had hier dat nieuwe kleed. Van onze kerstboom. Nou, snij hem maar in. Oh ja, daar ligt een doos. En een blokje zit vast. Oh, waarom? Waarom een blokje? Het zit er altijd al. Oh, nooit geweten. Ja, weet ik niet. Wauw, een hele box gewoon met spullen. Maar we moeten ook een box hebben met kerstballen, toch? Oh, die hebben we al. Oh, die ligt daar al. Kijk aan je. Oké. Wauw. Dit is helemaal goed. Oké. Open dicht. Laten we beginnen met onze boompjes buiten te gaan plaatsen. Het is nu nog licht en droog. Het is tijd om dat te doen en daarna gaan we de Twinkly kerstboom opbouwen. Ik ben heel benieuwd hoe dit er dan ook uit gaat zien voor ons huis naast onze deur. Jij gaat meehelpen, hè? Yes, nou, neem maar mee. Tadaa! Zo, die vallen even op, hè, die boompjes. Vet cool. En dat gecombineerd zo met de Twinkly verlichting die ik vandaag ook heb kunnen paren. In ieder geval, ik heb kunnen mappen, zoals dat dan heet. Krijg je de effecten een veel graver look. Maar die boompjes, die vallen op. En zoals jullie zagen, is het ineens donker. Yep. We gaan de kerstboom nu opbouwen. Zonder Nova, want die had er toch niet zo'n zin in. Die ging lekker buiten spelen en zo vanmiddag. En dat is helemaal niet erg. Nu is Nova lekker op bed. En het is tijd tot mama en papa losgaan. Kijk, de boom is mooi uitgevouwen. En nu is het tijd om de Twinkly lampjes erin te gaan doen. Want ja, dat moet altijd als eerst, hè. Kijk jongens, de Twinkly lampjes zitten erin. Mooi verdeeld. Nu is het tijd voor de ballen. Oh nee, de ster hier. Piek. Nee, dat is waar. We hebben geen piek, we hebben een ster. Yeah. Die gaat altijd nog een beetje schuinig. Ja, we moeten nog eens plek zetten. Hè? Ah, maar zo is die wel mooi hoor. Ja. Hé, goed bezig. Ziet hem even staan al. Oh, wacht even, lampjes moeten aan. Ja, maar ik liet even vast zo zien. De lampjes moeten aan. Daar komt hij. Tadaa! Wow. Onze regenboogboom. Oh, nee, niet meer. Tadaa! Kijk eens jongens, het boompje staat hoor. Wauw. Maar het is nu toch al best wel laat geworden. Dus de volgende streng met verlichting, Twinkly verlichting, die ga ik samen met Nova morgen ophangen. En dat zien jullie over enkele ogenblikken in deze vlog. Goedemorgen! Hey, wat gaan we nu doen? We hebben nog ballen van mij, die liggen hier. Ja, dat zijn deze hè? Ja, en die moeten we nog in de kerstboom hangen. Moeten die nog in de kerstboom hangen? Ja, maar papa en mama hebben gisteren toen jij sliep, hebben ze de kerstboom opgezet. Kijk hem eens mooi staan jongens. Zoals jullie zien heeft hij trouwens ook een ander plekje gekregen. Het was de bedoeling dat hij eigenlijk in dat hoekje daar ging komen. Ja, dat past er niet. Nee, dat past er niet goed. Dus we hebben daar de planten even gezet. En? Oh, en? Ik pas tussen dat splitje. Ja, hè? We hebben de tafel iets opzij moeten zetten om de plek te maken voor de kerstboom. En zij past er gewoon nog tussendoor. Hé, maar welke ga je als eerst doen nu aan ballen? Deze. Ja, die? Nou, gaan we die er eens in hangen. Ja. Oh. Oh ja. En dat effect wat jullie nu zien trouwens heet unicorn, eenhoorn. Wow. Nog wel een effectje. Ja, dan hangen we hem daar toch ergens. Hier. Wow. En Sven gaat erbij. Sven van Frozen. Hé, hey, Olaf is er ook bij. Oké, waar gaan we die hangen? Hier. Oké. Kijk. Wow. En welke heb je nu? Hier. Ja, maar welke bal heb je? Anna. Oh, met Anna erop. Oké, ja, hangt er maar op. Wow. Zo, en dan gaat Elsa hier toch? Oh ja. Ja. Die gaat hier zo. Wow. Kijk, Elsa is er ook bij. En dan hebben we hier de laatste speciale. Papa. Ja. Dat is papa, dat is mama, dat ben ik. Ja, want staat er ook bij. New Mommy and Daddy. Deze hebben wij gekregen toen we net papa en mama waren geworden van jou 6 jaar geleden. Dus die gaan we er ook in hangen. Maar waar? Dan gaan we ze maar een plekje. Daar. Helemaal daar? Lukt dat? Ja. Helemaal hier. Yo, helemaal bovenaan. Hij is wel zwaar. Ja. Hij staat hier gewoon op. Nou, heel mooi. Kijk, daar zitten we. Ja. Nou jongens, de kerstboom staat en is helemaal klaar. En Nova heeft ook haar eigen bijdrage geleverd. Maar wat missen we eigenlijk nou nog, Nova, eronder? De dorpjes. Nee, niet de dorpjes, gewoon cadeautjes. Oh ja. We missen cadeautjes. Zal het misschien nog een keer gaan komen dan? Misschien moeten we ook vast zingen. Zingen? Ah, mis voor de Christmas. We gaan het vanzelf zien. En dan is het nu tijd geworden om die iCycle string in de woonkamer op te hangen. En daar gebruiken wij slingerklemmen voor. Ideaal. We hebben gestukte muren. Dus deze klem je eigenlijk gewoon tussen je muur. Kan je gewoon je lichtstrip aanhangen. En ja, heb je geen haakjes, spijkers, punaises of iets dergelijks meer nodig. Ik laat het even aan jullie zien. Dus op het moment dat je een hoek hebt, kan je dus de slingerklem er gewoon induwen in het hoekje. Laat hem los en hij zit vast. En hij zit zodanig vast dat je hier dus gewoon ballonnen, slingers, in dit geval dus de Twinkly verlichting gewoon aan kan hangen. Ideaal. Maar goed, tijd om weer een timelapse op te starten. Dat ik netjes over de hele breedte van onze woning een hele mooie iCycle lichtstring van Twinkly ga hangen. Nou, hij hangt hoor, jongens. Super handig, die slingerklemmen. En hij is nu in dezelfde stijl als de kerstboom. En natuurlijk heb ik ook alles weer gekoppeld aan de Google systeem wat wij hier in huis hebben. Dus als ik nu zeg, Google, doe de kerstverlichting uit. Goed, 2 lampen uitdoen. Dan werkt dat ook. Super handig. Zo, dus we hebben de kerstboom. De muur hebben we weer voorzien van verlichting. En nu is het tijd om onze barkast ook nog te gaan aankleden. Want we hebben natuurlijk nog wel heel veel meer lampjes. Dat houdt in tot we deze bovenkant leeg gaan maken. En tot we hier een soort van winterdropje gaan creëren. Wauw, wat een sfeer, jongens. En dan zo op de achtergrond de kerstboom en de Twinkly lampjes die er allemaal in zitten. Wow. Zo, missie geslaagd. Ja hè, voor hier is het denk ik wel aardig klaar. Ik denk dat we buiten wel erg opvallen. Ja, vanaf 3 straten verder of zo. Dat is duidelijk te zien, ons huis hoor, jongens. Maar goed, mochten jullie een keer in Etten-Leur zijn... Zoek maar. Ik vind het wel makkelijk. Ik denk het wel, ja. Maar goed, dat betekent dat ons huis inmiddels is omgeturnd in kerstsfeer. Sinterklaas is weer het land uit. En dat betekent dat we deze vlog weer gaan afsluiten. Mocht u hem leuk hebben gevonden, vergeet je dan zeker niet te abonneren. Onder onze video vind je zo'n abonneerknop met aan de zijkant een belletje. En als je daarop klikt, dan krijg je vanzelf van ons een berichtje zodra die weer geüpload is. Altijdje. Laat natuurlijk ook die duim omhoog achter. En van u kunnen wij niks anders zeggen. Tot de volgende vlog. Doei! Oké, 2 lampen aandoen. Google, doe de kerstboom aan. Prima, ik doe de kerstboom aan. Gaat dus niet altijd helemaal goed. En zoals jullie gewend zijn, laat ik de effecten zien die op dit moment standaard in de Twinkly app geladen zijn. Er zitten weer een paar nieuwe bij dit jaar. En ik ga ze los doen. Dus de boom en de wall, of niet de wall, de iCycle, die doe ik los. Dat is namelijk een RGB-W, of een WRGB verlichting. En dit is alleen maar RGB, dus je kan ze niet tegelijkertijd de effecten weer laten geven. Maar dat was ook niet de bedoeling in dit geval. Maar nu volgt weer een leuke soort... Nee, dat klopt helemaal niet.